Marco, 3 op rij verloren, dan gaan journalisten altijd heel vervelend zijn en dan roepen ze het woord crisis. Ja, nou ja, ik vind van wel. Ik vind, maar een crisis is het verkeerde, want we weten precies wat we doen in Groningen. Maar ik vind wel jammer dat we 3 op rij hebben verloren. Ja. Voor een topteam dat kampioen wil worden, is dat altijd een tikje. Ja, want je kon toch nog over Matt Harrius beschikken vanavond. Heeft dit je verrast, deze nederlaag? Nee, want ik wist wel dat we na een piek een dal zouden krijgen. Ik had alleen gehoopt dat we iets eerder eruit konden kruipen. De schorsing van Steve Ross weet je ook niet van tevoren. En ook de blessure van Jason Ellis natuurlijk op dit moment komt niet goed uit. Aan de andere kant, als je crescendo het seizoen doorkomt, dan ben je misschien niet klaar voor dit soort situaties in de playoffs. Dus we leren wel heel veel. Weert, altijd een gevaarlijke tegenstander. Ja, en ik bedoel, wij verliezen met 3 punten van Berg op Zoom, dat op dit moment erg goed speelt. We daarna verliezen met 5 punten in Nijmegen, dat ook waar de vlam in de plan slaat. Weliswaar dat doen wij dingen fout, maar dan nog, dan moet je de Nijmegen toch ook een compliment voor geven. En we verliezen nu van Weert, dat op belangrijke momenten geweldige schoten maakt. En we verliezen met een klein verschil. We hebben een kans om bijna terug te komen in de wedstrijd. Ik vond ook die gemiste goaltending call een cruciaal moment in de wedstrijd. Daar wil ik niet aan ophangen. Maar het is niet zo dat we weg worden gespeeld of dat we niet meer heel hard werken. Alleen het valt nu even niet. Maak je je zorgen voor de halffinales van de beker? Nou, de eerste wedstrijd die we hebben is 17 maart uit Eifel. En daar, die moeten we echt gaan gebruiken om weer in het ritme te komen. Verder kijk nog niet. En we hebben 1,5 week om daar heel hard aan te gaan werken.